Mijn naam is Jurriën Timmerman, ik ben officier van dienst bij de brandweer. En op 1 augustus, in de nacht van 1 augustus op 2 augustus, was ik actief bij de brand in Nieuw-Dordrecht. Daar stond een grote afvalverwerker in brand. En daar heeft de brandweer en andere hulpdiensten en hebben daar meerdere dagen gestaan om het incident onder controle te krijgen. Wat eigenlijk het grootste probleem bij die brand was, was de overlast voor de omgeving. De rookoverlast en de overlast voor het milieu. En wat de hele incident gebeurd is zijn afwegingen geweest. Wat zijn nou de beste inzettactieken om de overlast voor de maatschappelijke overlast te beperken? En overdag is heel erg ingezet door de brandweer in de eerste dag om de rookoverlast voor de bevolking te beperken. Met als gevolg dat we op een gegeven moment zoveel bluswater verbruikten, dat ook het milieu in gevaar kwam. En midden in de nacht vond ik mijn collega van het waterschap. En doordat wij van tevoren alles van elkaar hebben geleerd, kon ik ook enigszins inschatten dat het vele bluswater wat dreigde de watergangen in te gaan, dat een groter probleem voor hun was dan het probleem voor mij met de brand. En om 2:30 s'nachts hebben we elkaar gevonden, hebben we een andere inzettactiek bedacht, waardoor we in ieder geval veel maatschappelijke schade hebben kunnen voorkomen. Doordat we het bluswater zijn gaan hergebruiken, waardoor in tijd van droogte we als brandweer geen extra water meer op die brand hebben gegooid, maar het oude bluswater opnieuw gebruikt hebben. Mijn naam is Frank Sloots, ik ben gebiedsbeheerder voor het waterschap. Tijdens de brand in Nieuw-Dordrecht zijn wij als waterschap opgeroepen om te assisteren bij de brand. Er kwam heel veel bluswater vrij. En wij hadden daarnaast ook een calamiteit, de droogte. En dat betekende dat in de omgeving veel boeren uit watergangen aan het beregenen waren. Dus voor ons was het van belang om te zorgen dat er geen bluswater in de watergangen kwam. En dit hebben wij de hele dag gemonitord. We hebben dijken gebouwd zodat het niet gebeurde. En 's nachts tijdens de brand ging toch water, kwam de watergang in. Daarop hebben wij snel de watergang afgedamd. En gezorgd dat verdere overlast uitbleef. Door het afdammen van de watergang was ook de optie mogelijk om het bluswater te hergebruiken. En 's nachts met collega's van de brandweer hebben we dat kunnen bewerkstelligen. Mijn naam is Erik Zwichelaar. Ik ben zuiveringstechnoloog beheer bij het waterschap Vechtstromen. En de brand betekende nogal wat voor ons qua inzet van mijn collega's onder andere. Aanwezig zijn in het veld om alles met het afvalwater in de hand te houden. Waar moet het water allemaal naartoe? Het stroomt je eigenlijk op een gegeven moment over je voeten. Een beetje dubbel. Aan de ene kant een groot gebrek aan water in verband met de droogte. En aan de andere kant afvalwater gaan afvoeren naar de zuivering. Toen kwam er snel het idee van recirculatie en hergebruik van bluswater aan de orde. En daarmee hebben we voorkomen dat er heel veel afvalwater, bluswater, wat stoffen kan bevatten die niet goed zijn voor de zuivering, ja, dat die de zuivering zou kunnen gaan overbelasten, waardoor de zuivering zou kunnen uitvallen. En dat hebben we met deze oplossing hebben we dat voorkomen.